twee sierappels, drie palmen en twee olijfwilligen filteren het licht in groene schakeringen. De grote bladeren van de palmen ruisen, de bonte bladeren van de olijfwillen ritselen. Een paar mezen scharrelen en pikken in de appeltjes die er nog hangen van vorig jaar. Door de bladeren zien we de wereld van ons straatje onder ons. Bewegingen die buiten het gangbare patroon vallen doen ons opkijken. De rest gaat voorbij. Het geluid van de stad is op de achtergrond. In de verte rijdt een trein, de rondweg zoemt. Het scherm kaatst de gesprekken van de buren terug. We zitten in onze oase en met de ondergaande zon voor ons geven we woordloos stil gedachten aan elkaar door. Mijn gedachten dwalen. Ze wringen zich over wissels. Het knarst, piept, ratelt. Over wegen die onzichtbaar zijn, kom ik op de meest onmogelijke plekken. Een boogbrug over de rivier, omdat de boten door het ruwe weer niet varen. In gedachten kan alles. Denken stopzetten is onmogelijk. Niet luisteren is voor mij het hoogst haalbare. Het eeuwig tollende wordt zo buiten gehouden. Mijn pen trekt lijnen die altijd een keer bij elkaar komen. Deze lijnen verbinden. Zo kom je van het een op het ander. Zo ontstaan ook grappen. Nieuwsgierig zijn, toen wij nog wijn dronken, met een glas in de hand. Hij importeert zelf, hij kent de huizen, hij neemt ons mee naar plekken waar we niet komen. Hij spreekt de kleine wijnboeren persoonlijk, koopt bij voorkeur groen in, maakt eerlijke prijzen. Het is onzin, maar je proeft het. Met een plan voor een feestmaal ging ik bij hem te raden, bleek hij ook als kok opgeleid te zijn. Hij vindt het maar niets dat eerst rood, dan wit wordt geschonken. Een tartaar met een cardinon als starter en witte sauvignon bij een zuurkoolhoofdgerecht. Jij en ik hebben alle twee de behoefte samen te zijn in elkaars nabijheid. Samen eindeloos zoeken naar het waarom achter het waarom. De herhalingen in uieringen. We pellen wat af op een dag. Waar liggen motieven, waar oorzaak of redenen? Uiterste overbruggen door ze aan elkaar te verbinden, lijntjes te trekken. Woorden vinden om dat rijgwerk van gedachten aan elkaar duidelijk te maken. Woorden die per definitie tekortschieten. Woorden hebben waarde en zijn kwetsbaar. Daar ligt de kracht. Het sneeuwt als we door de atlas rijden. De bus kruipt omhoog. Nagenoeg iedereen uit de bus gaat naar dat ene hotel, eindpunt van de bus. Er is maar één hotel. We staan in de rij. Je bent kleurenblind, hij is niet zwart, maar bruin en zijn kleur is prachtig, zeg ik. Als de baliemedewerker de man voor ons weg wil sturen. De rij valt stil. De spanning knettert. Mijn lief geeft me in de rij een kus. Het goed komt goed, zegt ze. Het blijkt een terugkerend ritueel te zijn. Loterij voor wie de suite krijgt. De man in de rij is de eigenaar. Hij vertelt dat de suite vaak leeg blijft. De enige plek met warm water en bloemen op de kamer. Na een week komen we weer. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. De man grijnst als hij ons herkent. Hij gaat ons voor de trap op. Een avond zonder tijd en met dekens om ons heen vol verhalen die het eten kruiden. De achtbaan van zijn leven geeft genoeg reden om dit spel te spelen. Wat doen mensen elkaar toch aan?